Goedemorgen, lieve kinderen. Nou, vandaag heb ik een piepklein versje, maar het is eigenlijk zo grappig. Luister maar. Het gaat over een duizendpoot. De moeder van de duizendpoot is vreselijk ontevreden, want haar zoontje is zojuist in de sloot gegleden. En als je even rekent, weet je wat dat betekent? Op zijn hoofd een grote buil en wel 1000 sokjes vuil. En wie moet die sokjes wassen? Ja, die moeder natuurlijk van die duizendpoot. Zullen we hem nog een keer doen? De duizendpoot. De moeder van de duizendpoot is vreselijk ontevreden, want haar zoontje is zojuist in de sloot gegleden. En als je even rekent, weet je wat dat betekent? Op zijn hoofd een grote buil en wel 1000 sokjes vuil. 1000 sokjes. Zou die ook 1000 schoentjes aan hebben? En 1000 broekjes? Nou, of misschien 500 broekjes. Ja, je weet het maar niet. Zullen we hem nog één keer doen, omdat hij zo leuk is? De moeder van de duizendpoot is vreselijk ontevreden, want haar zoontje is zojuist in de sloot gegleden. En als je even rekent, weet je wat dat betekent? Op zijn hoofd een grote buil en wel 1000 sokjes vuil. Het is een grappig vestje, hè? Dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar dat geeft niet. Daarom is het nog wel leuk. Ik zou zeggen, maak er weer een grappige dag van. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Dag!